Schitter. Als ik nu een telefoonhoesje ga versieren. Wow. Hallo iedereen en welkom op dit kanaal. Just Jade. Vandaag weer een video met Iske. Ja. Yeah. Mijn zusje. Zusje. Vandaag een heel speciale video, want echt een jaar geleden of zo hadden wij ook een video gemaakt. Wat doen? Abonneren en een like geven. En vandaag vonden we het leuk om Jellypeel uit te testen. Ja, 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 ja. Ja. Ah, wow, lekker roze. Lekker roze. Het is echt een heel compact ding. Kijk, alles zit er nu in. Zie dit eens naar boven doen. Dan heb je hier zo'n vegertje. Ja, dat is voor uit te vegen. En dan dit ook. Ja, dat is ook voor uit te vegen. Dus hier heb je dan allemaal die tubes. Hier een mesje en dan dingetjes om oorbellen mee te maken en knopjes. En dit is het plakkaatje, zodat je die dingetjes kan namaken. Dit zijn allemaal schabloontjes. Ja, hier superveel schablonen. Dit is echt leuk. En hier, dit is voor het tasje te maken. En dan hier nog allemaal verschillende kleurtjes. Laten we beginnen met wat? Wat wil je maken? De oorbellen. Nee, muzieknootjes zeker. Ja. We gaan deze oorbellen maken. Want Iske heeft morgen schoolfoto's. We gaan de camera dichtbij zetten, zodat jullie goed kunnen zien wat we allemaal doen. Dit ben ik en daar is Iske naar hand. Dus ik heb de zwarte stift. De oorbelletjes en het bloemetje zijn dus klaar en nu gaan we wachten tot het droog is. En dan gaan we nu aan de t-shirt beginnen. Er zit dus echt super veel van die patroontjes bij en die kan je dan allemaal op je t-shirt zetten. Er zijn wel veel mooie tussen. Die veren? Ja. We gaan dus deze veren gebruiken. De rest ga ik er terug inleggen. We hebben dus hier onze witte t-shirt. En dan schuiven we dit roze paletje eronder. Goed strak trekken, dat het niet meer gaan verschuiven. En dan vastzetten door te klikken. Dit schuif je er zo in. En dan gaan we nu de veertjes invullen. Dus het is elke soort van inkleuren. Oké, we gaan zo paars en zwart doen. Oké, we gaan de eerste veer uitsmeren. Daarvoor neem ik de grote. Zien uit goed plat smeert. Zie, dat gaat echt heel makkelijk en snel. En dan uitvegen. En dan gaan we dat er heel voorzichtig naar boven doen. De volgende is een roze stopje van mij. Daar gaan we een cupcake op maken. En dan gaan we dit erin schuiven. Ja, dit is de cupcake die gaan we maken. En dan dit lichtroos. Dus je kan ook op donkerdere t-shirts iets lichtere kleuren nemen. Oh, dat is glitter. Dat is kei mooi. Dat is zo waterzichtig roze met glitters. Echt mooi. Wow, een beetje roze erbij doen. En dan gaan we het uitsmeren. Oké, ik ben heel benieuwd. Ik ga eerst deze doen. Wow. Ja. Dat is echt mooi gelukt. Als ik nu een telefoonhoesje ga versieren met de Jellypeel, dat lijkt me echt heel leuk. Dit is een doorzichtig hoesje van mijn telefoon. Je kan dat echt voor elke telefoon vinden. Ja, zo deze ster. Oh kijk, dit heeft echt zo'n ombre look. Dan ga ik terug goud gebruiken voor het horentje. Dan ga ik de randjes hier roze doen. Voilà. En dan het helemaal bovenste topje met paars. Wow. Wauw. Dat zijn dus alle dingetjes die wij gemaakt hebben. We vonden het echt super leuk om deze te mogen uittesten. Ja.
En nu hebben we keiveel mooie t-shirts en mooie oorbellen en mooie tasjes. Dus als jij deze video nu leuk vond, abonneer dan zeker en geef een duimpje omhoog. Echte YouTube-ster al. Abonneer dus dan zeker als je niks zult missen, als je nu nog meer van die try-outs zult zien. Want wij vonden het echt heel leuk om dit te doen. En druk van onder ook op het belletje, zo mis je zeker geen enkele video. Ja. En laat weten wat jij zou maken op je t-shirt of wat jij zou maken van armband. Want ja, er zijn echt oneindige mogelijkheden. Laat dan zeker weten wat jij zou doen. En dan zien we nu... Toedeloe!